het Zeeuws Kamerorkest. Bij, zijn jullie? Een deel uit het Zeeuws Kamerorkest zit klaar om straks het koor A58 te begeleiden. Het koor Lichte Muziek A58 staat onder leiding van Rob van der Meulen. In 2010 werd het koor als winnaar uitgeroepen tijdens het Nederlands Koorfestival in de categorie Groot Gemengd Koor Lichte Muziek. In 2011 brachten ze de muzikale thriller Hotel Lijkzicht. En het is een liederencyclus bestaande uit 18 liederen die Christian Daha op teksten van Pieter Swanborn componeerde. En A58 laat u zo kennis maken met 6 nummers uit Hotel Lijkzicht. Ik geef u het verhaal in het kort. Het is zomer 1964, Zeeland. Als er nabij een hotel een lijk wordt aangetroffen, is iedereen in rep en roer. Vooral als het erop lijkt dat het om een moord gaat op een jonge vrouw. De hotelgasten en het personeel zijn van slag, de pers duikt op de zaak en de politie gaat ermee aan de slag. Was het echt een moord? Wie is de dader? Was het de zee of is het haar ex? Wij zullen het zo horen in Hotel Lijkzicht door het koor Lichte Muziek A58 onder leiding van Rob van der Meulen. Thank you.
was zo'n mooie meneer. Ze was lang en slank, meneer. Ze was een vriendin, meneer. Als een zus, meneer. We missen haar zo. Maar het is waar, we geven toe. We hebben altijd al gedacht. Thank you.
Het is te vroeg. Thank you.
koor, het is de muziek. De jaren 60. Goed, over 10 minuten gaan we hier verder met het koor Fusion Sittard. Ja, u kunt ook gaan kiezen. Er zijn workshops waar u zo kaarten voor kunt kopen. Workshops die gehouden worden. Er zijn in de foyer optredens. En in de kleine zaal is nu het Amsterdamse Turkse muziekkoor aan het zingen. Ik zie u zo meteen, 10 over half.